Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben van Diva Makelaars. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook live uitzending van deze leuke eensgezinswoning aan de Leegwaterstraat nummertje 3 in Nieuwekerk aan de IJssel. Een beetje uit de route voor mij, maar ik doe het graag voor deze lieve eigenaren. Superleuke eensgezinswoning, 4 slaapkamers op dichtbij een winkelcentrum, openbaar vervoer en nabij een dicht parkje. Ik ga jullie meenemen. Het is een zeer rustige omgeving. We zitten nabij een parkje. Voor de deur is het vrij parkeren. En we gaan deze woning bekijken. Eensgezinswoning, kunststof kozijnen, dubbel glas en voorzien van een hele rits zonnepanelen. Het zijn er maar liefst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 keer 4, 28 zonnepanelen liggen er op het dak. Dat maakt deze woning een zeer energiezuinige woning. De woning is enige tijd verhuurd geweest. Dat betekent dat het onderhoud iets... Er moet gewoon links en rechts moeten wel wat gebeuren. Maar de basis van dit huis is gewoon superleuk. We komen binnen bij een gang. Trap naar boven. Aan de rechterkant het toilet. We hebben nog een trapkast, goede plek voor de garderobe. En dan komen we direct in de zeer ruime woonkamer. Openslaan de deuren richting de tuin. Keuken. En een zeer goede ruimte voor een grote eettafel. Nou, op de eerste etage hebben we 3 slaapkamers. Badkamer. En op zolder nog een goede plek voor de wasmachineruimte. En nog een extra slaapkamer. We gaan eerst even naar boven. En dan laat ik jullie straks nog even de keuken en de tuin zien. Goed, we zijn er binnengekomen door deze deur. Rechts van de deur hebben we de meterkast. Die is uitgebreid, want de oude groepen zitten nieuwe groepenkasten boven. 10 groepen. Zwevend toilet. En dan nemen we de trap naar boven. We komen op een overloop. Met 3 slaapkamers. En de badkamer. En we beginnen eigenlijk bij de kleinste slaapkamer. Prima babykamertje. Werkkamer. Ook uitermate geschikt. Kunststof kozijnen, dubbel glas. Eigenlijk door het hele huis. De masterbedroom, nou die is gewoon goed van formaat. En het leuke van dit huis is dat de woonkamer uitgebouwd is. Dat is eigenlijk samen met de buren. Maar als je bij de andere buren kijkt, die hebben dat dan weer niet. En dat geeft straks een heel groot effect. Heel veel ruimte in de woonkamer. Nou, lekker groene omgeving. Hier kan je ook goed de dakkapellen zien die je straks in de woonkamer terug ziet komen. Ook deze slaapkamer heeft nog een inbouwkast. Maar ook voldoende ruimte om een grote kast neer te zetten. De tweede slaapkamer is aan de voorzijde van de woning. Nou, die is ook prima van formaat. Klein speeltuintje. En parkeergelegenheid voor de deur. Badkamer. Douchekabine.
een radiator en nog wel een hoek met de wastafel. Plafuis op de vloer. Ja, het heeft allemaal wel net even wat aandacht nodig. Hè. Er zijn wat plafuizen gebroken hier zo. Ja, een nieuw badkamertje hoeft niet zo heel veel te kosten. De basis van het huis is gewoon super leuk. Maar er moet eventjes de puntjes op de i gezet worden. We gaan naar boven. Daar hebben we een goede plek voor de wasmachine en de droger. En tevens nog een grote slaapkamer. Voorzien van dakkapel. Tevens op zolder de cv-ketel. Is een Remea 2018. Sterker, hij is op 6 februari 2019 is die geplaatst. Mochten jullie tijdens deze live-uitzending vragen hebben, stel ze gerust. Als ik de antwoorden paraat heb, dan ga ik ze direct beantwoorden. We dalen af richting de begaande grond. Nieuwekerk aan de IJssel, natuurlijk super centraal gelegen. We zitten dichtbij in de buurt van Gouda. We zitten op, onder de rook van Rotterdam. Nog een goede hoek bij binnenkomst hier voor de jassen, eventuele schoenen. En nog een trapkast die behoorlijk diep is. Kun je ook nog wel wat spullen in kwijt. Maar deze woonkamer is echt heel fijn. Hij is gewoon super breed. Lekker de deuren open richting de tuin. En dat komt dus omdat hij een aantal meters uitgebouwd is. Een paar grote dakramen erin. Dat geeft veel lichtinval. Hier beneden is echt een hele fijne sfeer. Natuurlijk moet je het gezellig maken. Lekker naar je eigen smaak inrichten. Er is wel een nieuwe laminaatvloer ingegaan, nog niet zo gek lang geleden. En de keuken is bruikbaar, maar ook wel gebruikt. Vierpits gas, koelkast. Oven erboven. Of is het een magnetron, geloof ik deze? Combi magnetron. Tevens voorzien van een vaatwasser. En wat wel heel fijn is, is een boiler voor het warme water. Zodat je niet hoeft te wachten tot het warme water helemaal van zolder af is. We hebben direct warm water. Klein tuintje aan de voorzijde. We gaan vandaag starten met een groot aantal bezichtigingen. Ik ben hier zaterdag nog een keer, maar vandaag gaan we deze bezichtigingen allemaal afwerken. We zijn hier dus behoorlijk laat. Mocht u naar aanleiding van deze live video een bezichtiging willen plannen, dan bel naar kantoor. 070-448-3150. U mag ook ons landelijk telefoonnummer gebruiken. Dat is 088-448-3100. Dan kunnen we kijken of we eventueel zaterdag nog een afspraak in kunnen plannen om deze woning in het echt te bekijken. Ik hoop dat u door middel van deze live video alvast een goede eerste indruk heeft. Ik zie een vraag voorbij komen wanneer de uitbouw geplaatst is. Nou, dat was al toen de vorige eigenaar deze woning gekocht heeft. Dus ik denk dat het wel redelijk recent is. Misschien wel bij de bouw van de woning. Ik kan het niet goed beoordelen. Het is wel samen met de buren gedaan. We gaan even de tuin bekijken. Dan kan je ook zien dat de uitbouw gelijktijdig met de buren gedaan is. Het is mooi één geheel. Het restpaar boven de deur moet even schoongemaakt worden. Maar voor de rest is dat gewoon in prima staat.
Eerste etage kunststof. Dakkapellen is wel van hout. Het is echt heerlijk rustig hier zo. Grote tuin. Even de hoge drukspuit eroverheen. Aan het einde van de tuin. Nog een berging. Ik denk ongeveer 2x3. Alle afmetingen staan op de website van dievenmakelaars. En het fijne van dit huis is dat je ook nog een achterom hebt. Dus je kan werkzaamheden aan de tuin. Kan je gewoon via de achterzijde doen. Maar ook eventueel het stallen van je motor is hier mogelijk. Goed, ik hoop dat jullie een goede eerste indruk hebben gekregen van deze leuke woning aan de Leegwaterstraat nummertje 3 in Nieuwekerk aan de IJssel. Energiezuinig, voorzien van een groot aantal zonnepanelen. Een heerlijke ruime woonkamer. En ook het eetgedeelte bij die keuken is super breed. Waardoor je gewoon een hele leuke woonkeuken kan maken. Mijn naam is Armin Streekstra, ik ben van Divamakelaars. Ik vond het leuk om jullie deze rondleiding te doen. Mochten jullie nog vragen hebben, bel gerust naar kantoor. 088-448-3100. Ik herhaal 088-448-3100. En het is gewoon een lokaal tarief. Bedankt voor het kijken, wie weet tot ziens.